Verderop in deze uitzending. Nagelbijten in Brabant voor de CITO-toets. Waarom een chameleon een gewervelde dier is. Ja, waarom zijn er zoveel stuifmeel of zo? Maar eerst, voetbalclub Willem II heeft een nieuwe sponsor voor maatschappelijke projecten. Het gaat hier om de Duitse energiereus E.ON. Bovendien werd gisteren in het tv-programma Voetbal International gemeld dat een degradatie van de Tilburgse club uit de hoogste voetbaldivisie de doodsteek zou zijn voor de club. Het Duitse bedrijf verbindt zich voor een jaar aan de club, met een optie voor nog 2 jaar. E.ON maakt vanaf 1 januari 2011 70.000 euro aan de club over. Daarvoor worden op jongeren gerichte educatieprojecten bekostigd. Ja, E.ON is een bedrijf waar Tilburg mee aan de slag is gegaan voor hun energievoorziening. Het is in Duitsland een hele grote, in Nederland een kleine. En in dat kader zijn wij met E.ON in contact gekomen en die raakte erg geïnteresseerd in onze maatschappelijke activiteiten. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een substantieel bedrag waarbij ze ons helpen om die maatschappelijke activiteiten te kunnen blijven doen. Ook als in de toekomst de gemeente daar wat minder geld aan gaat besteden. En het verschil tussen normale sponsoring en maatschappelijke sponsoring, zoals in dit geval? Nou ja, dus een normale sponsor, de Pondres en alle sponsoren, die maken sowieso meer dan de helft van onze exploitatie uit. Dus dat zijn hele belangrijke mensen om het voetbalbedrijf überhaupt te kunnen doen en in stand te kunnen houden. En E.ON heeft gezegd, nou ja, dat is ook mooi, maar wij kiezen nou heel nadrukkelijk om ook die maatschappelijke activiteiten die vanuit Willem II plaatsvinden, om die ook in de toekomst mogelijk te blijven houden. En dat komt dus niet rechtstreeks ten goede aan het voetbalbedrijf, maar juist expliciet aan die maatschappelijke activiteiten. Willem II kan het extra geld voor maatschappelijke projecten goed gebruiken. Vooral nu de gemeente Tilburg maandag aankondigde dat de club niet hoeft te rekenen op een huurverlaging, mocht de club degraderen. Natuurlijk sowieso te horen gekregen dat wij met een afbouwtraject rekening moesten houden. Het bedrag zou aflopen en dan een keer stoppen. Wat ze nu gezegd hebben, dat wij geen geld meer krijgen als we degraderen, dat is totaal nieuw voor ons. We snappen ook helemaal de logica daar niet van. Alsof die maatschappelijke activiteiten minder waard zijn als het eerste divisie is. Daar snappen we helemaal niks van, hebben er ook nooit iets van gehoord. Dus daar zijn we ook mee geconfronteerd. Maar los daarvan, de lijn was toch dat op den duur het bedrijfsleven die activiteiten zouden moeten overnemen. En E.ON heeft daar een eerste hele belangrijke stap in gezet. En daar zijn we heel dankbaar voor. In het tv-programma Voetbal International werd maandagavond beweerd dat de Tilburgse club bij een eventuele degradatie wel eens om zou kunnen vallen. Volgens Bottelier is dit zeker niet aan de orde. Ja, dat bericht daar deugt niet. Wij hebben het eind van dit seizoen, denk ik, ongeveer 1,5 miljoen negatief vermogen. Hè? Terwijl het 4,8 was. Dus we hebben daar heel veel van gezorgd dat dat wegging. 1,5 miljoen, dat moet nog een keer worden afgelost. Maar degenen die dat financieren hebben daar geen haast mee. Dus dat is op zich niet zo verschrikkelijk bedreigend. Wij maken dit jaar geen schulden. We komen ongeveer op nul uit. Dus dat stuk van het verhaal wat gisteravond werd verteld klopt helemaal niet. Maar het is wel waar dat als we degraderen, wat natuurlijk niet gaat gebeuren, dan krijgen we hele zware tijden. Maar of dat leidt tot een faillissement zoals werd gesuggereerd, dat is uit de losse pols. Er is geen enkele onderbouwing voor en zover zijn we nog lang niet. Maar dan krijgen we wel zware tijden.